En doe je dat vaak zo spijbelen of is dat de eerste keer? Ja, zo'n paar keer in de week. Een paar keer in de week, dat is toch al vrij veel, hè? Het zijn vrij drukke banen, dus misschien hebben ze er een verdachte wagen gezien, hebben ze mensen rond het restaurant zien rondlopen of op andere plaatsen verdachte zaken gezien met benzine of het een of het ander. Een heel goede avond en welkom bij AVS. Het aantal spijbelaars in Gent is de laatste tijd opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Steunpunt, de organisatie die instaat voor leerrecht en leerplichtbegeleiding. Opvallend is dat jonge kinderen steeds vaker spijbelen, vooral leerlingen uit het eerste leerjaar dan. Het Steunpunt vindt dat wie naar school komt zou moeten beloond worden. De stad Gent wil nagaan hoe ze in Antwerpen het spijbelprobleem aanpakken, want daar zijn sinds kort minder spijbelaars. 9% van de leerlingen uit het eerste leerjaar is minstens 10 halve dagen onwettig afwezig. Dat blijkt uit onderzoek van het Steunpunt Leerrecht en Leerplichtbegeleiding in Gent. Vooral het feit dat zeer jonge leerlingen vaker afwezig zijn, baart hen zorgen. Het is echt wel heel belangrijk dat de kinderen van op jonge leeftijd, zelfs van op kleuterleeftijd, al naar school gaan om die vaardigheden aan te leren en om dan tijdig mee te zijn. Want wat wij wel zien, dat is dat er toch ook wel... Degenen die spijbelen zitten meestal ook met leerachterstand. En dat kunnen we zeggen, zowel voor het basis als voor het secundair onderwijs. Sommige ouders houden zelf hun kinderen thuis, zegt Steunpunt. Vooral op woensdag gebeurt dat regelmatig of vlak voor een schoolvakantie. Dat mag uiteraard niet, maar repressief gaan optreden zoals de politie inschakelen of boetes geven aan de ouders is een brug te ver, vindt het Steunpunt. Beter is leerlingen opnieuw motiveren door hen te belonen. Men krijgt voor van alle subsidies en geld. Misschien moeten we er eens over nadenken om dingen te geven nadat er eerst een prestatie is neergezet. Bedoelt u dan een financiële beloning of hoe moet ik dat zien? Zou kunnen. Nu, we hebben ook al gehoord van scholen die de leerlingen belonen met een schoolreis. Gent gaat nu kijken of ze de aanpak van Antwerpen kan overnemen. Want daar is het aantal spijbelaars gedaald. In Gent zijn er momenteel 7 schoolspotters. Zij houden zich onder meer bezig met het aanspreken van spijbelaars. Moet je helemaal niet op school zitten vandaag? Ja, normaal wel. Het is lestijd, hè? Ah. Ja. En je zit hier kwijt in het parkje. Dat is toch ook niet alles, hè? Maar ik heb mijn sjaal aan, een dikke vest. En doe je dat vaak zo spijbelen, of is dat de eerste keer? Ja. Zo'n paar keer in de week. Een paar keer in de week, dat is toch al vrij veel, hè? Het is te zien wat je veel vindt, hè? Wanneer leerlingen 30 halve dagen of meer afwezig zijn, wordt sowieso de politie of het parket ingeschakeld. Het onderzoek naar de brandstichtingen van dinsdag in Deinze loopt momenteel op volle toeren. Om extra tips binnen te krijgen, roepen de politiediensten getuigen op. De 2 restaurants die afbranden liggen langs drukke wegen. En daarom hopen de speurders dat er mensen zijn die iets gezien hebben. De branden van dinsdagmorgen in Deinze houden heel wat horecamensen uit hun slaap. Want wie zegt dat hun zaak veilig is? Daarom hopen de politiediensten de dader snel te kunnen vinden. Want de speurders denken inderdaad aan dezelfde dader. Er is maar een tijdspanne van een 10 minuten tussen de 2 branden. Ze liggen ook niet zo heel ver van elkaar. Dus het vermoeden is wel dat de branden aangestoken zijn door dezelfde dader. Daarom gaan de politiediensten op zoek naar bruikbaar materiaal. Het sporenonderzoek bracht al aan het licht dat er kwaad opzet in het spel is. Nu nog de dader vinden. En wie weet kan jij de politiediensten helpen. We zijn op zoek naar mensen die in de vroege dinsdagochtend tussen 2:30 en 3:00 gepasseerd zijn ofwel aan het restaurant Halifax aan de Emile Clauslaan, Kortrijkse Steweg in Deinze, of aan de Bek aan de Tielse Steweg. Het zijn vrij drukke banen, dus misschien hebben ze er een verdachte wagen gezien, hebben ze mensen rond het restaurant zien rondlopen of op andere plaatsen verdachte zaken gezien met benzine of het een of het ander. Wie nuttige informatie heeft, kan bellen naar het groene nummer van de politie. Je kan het bericht ook nalezen via de website van de politie en desgewenst ook een e-mail sturen. Het Deense scheepvaartbedrijf DFDS Seaways is vandaag gestart met een bijzondere test in de haven van Gent. Om 8:00 vanochtend kwam het schip Tor Freesia aan. Tor Freesia moet dat zijn.
Dat schip is 30 meter langer dan de andere schepen en het zal 1 week op de route van Denemarken naar Gent varen. De laatste tijd is er steeds meer handel tussen Göteborg en Gent en daarom is het interessant om die test te doen. Het bedrijf wil weten of de Tor Fresia veilig binnen en buiten kan varen zonder sleepboten. En als dat lukt, dan kan DFDS met de grotere schepen de transportkosten verlagen en beter voldoen aan de milieuwetgeving. De grotere Tor Fresia kan bijna 1/4 meer goederen vervoeren dan de huidige schepen. Het schip vaart normaal gezien tussen Göteborg en Immingham in het Verenigd Koninkrijk. Maximaal 1/3 van het inkomen mag naar woonkosten gaan. Dat zegt Samenlevingsopbouw Gent. De organisatie pleit dan ook voor het invoeren van een maximum woonfactuur. Zo'n systeem bestaat al voor schoolgeld en in de gezondheidszorg. En samen met enkele sociale organisaties heeft Samenlevingsopbouw Gent deze namiddag actie gevoerd op de Gentse Korenmarkt. Duizend euro, die caféboys gaan maar zot kloppen. Duizend euro! We doen vandaag die ludieke openbare verkoop op de Korenmarkt, omdat de meeste Gentenaars, die kennen wel de uitdrukking, past me hulp dat je met een boel niet op de keulgemarkt terechtkomt. En dat betekent eigenlijk, vroeger werd hier een openbare inboedelverkoop georganiseerd voor mensen die uit hun huis waren gezet en dus ook alles kwijt waren. Dit is vandaag gelukkig niet meer het geval. Maar we stellen wel vast dat die woonkosten veel en veel te hoog zijn. Een comfortabele, betaalbare huurwoning vinden, het is niet evident. Zeker niet voor mensen met een laag inkomen of een vervangingsinkomen. Voor hen is huren onbetaalbaar aan het worden. Het is onbetaalbaar geworden omdat het aantal huurwoningen de laatste tientallen jaren ook drastisch gedaald is. In de jaren 70 was nog 40% van de mensen huurder. Vandaag is dat nog maar 25%. En ja, dat is de wet van vraag en aanbod. Als er veel vraag is en weinig aanbod, dan stijgen die prijzen. En de laatste jaren zijn die prijzen van de huurprijzen eigenlijk veel sneller gestegen dan de inkomens van die mensen. En is de kloof tussen eigenaars en huurders alleen maar groter geworden. Ik weet het niet. Wat op is een huisplaats? 2700. 2700. Eigenaars zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Wie een huis verhuurt, wil natuurlijk een stukje van zijn investering recupereren. We zijn daarvan overtuigd dat eigenaars een stuk kunnen en moeten kunnen recupereren van hun eigendom. Maar wat we nu vaststellen, is dat de overheid op geen enkele manier ook een aantal kwaliteitseisen stelt aan die eigenaars. Of ook op geen enkele manier werkt met richthuurprijzen. Dus 600! Samenlevingsopbouw vindt dat maximum 1/3 van het inkomen naar woonkosten mag gaan. De organisatie pleit dan ook voor het invoeren van een maximum woonfactuur. In die factuur moeten alle woonkosten inbegrepen zijn, dus ook de kosten voor energie en water. Waar nodig, moet de overheid bijspringen met een huursubsidie. De voorstellen worden vanavond nog besproken tijdens een debat in het Gentse stadhuis. 1 keer, 2 keer, 3 keer, als u zegt. 2050. En nog in Gent heeft Vlaams minister van Welzijn Jo van Deurzen het nagelnieuwe onthaalpunt voor de Centra voor Algemeen Welzijnswerk Artevelde en Visserij feestelijk geopend. Het CAW-onthaal huist nu in het gerenoveerde CAW-huis langs de Oude Houtlei. Het CAW-onthaal verwerkt jaarlijks zo'n 6000 hulpvragen over allerlei sociale problemen. Daarom was een herkenbare plek in het centrum van Gent noodzakelijk. De initiatiefnemers hopen zo dat iedereen met vragen en sociale problemen zijn of haar weg gemakkelijker kan vinden. In het CAW-onthaal kan je terecht met of zonder afspraak en je kan ook telefoneren of e-mailen. En samen met de medewerkers wordt er dan gezocht naar een oplossing voor je problemen. Met de renovatie en opening van het onthaal krijgt ook het oude Franciscanerklooster een nieuwe bestemming. Volgend jaar mag Volvo Cars Gent 2 nieuwe modellen bouwen. En om die extra productie aan te kunnen, zoekt het bedrijf 350 nieuwe werkkrachten. Maar die zoektocht is moeilijker dan gedacht, want technisch geschoold personeel is zeer gegeerd. En om de jobs toch ingevuld te krijgen, organiseerde het bedrijf vandaag een jobbeurs. En die loopt nog tot 8 uur vanavond.
Een jobbeurs voor één bedrijf, het gebeurt niet zo vaak. Meestal is het een bepaalde sector of een groep bedrijven die zo'n jobbeurs opzet. Klopt, maar het is ook natuurlijk een bedrijf die heel veel mensen nodig heeft. Momenteel 350 vacatures. Afgelopen jaren zijn er ook heel veel vacatures geweest. Dus het leek ons echt wel nodig om dat iets grootschaliger op te nemen en een jobbeurs enkel voor Volvo te organiseren. Nu zoeken we vooral operatoren, dus mensen die echt in productie de auto's gaan bouwen. Wij zoeken mensen ofwel met een technische achtergrond of met een technische scholing. Maar vooral zoeken we mensen die bereid zijn om in ploegen te werken, die echt willen werken. Het gaat om tijdelijke uitzendkrachten, maar wie gemotiveerd is en vlot meedraait, maakt kans op een vast contract. Technisch geschoold personeel, het is overal gegeerd. Het zullen de extraatjes zijn die mensen moeten overtuigen om voor Volvo-cars te kiezen. We zijn een goede werkgever, men gaat hier werken in degelijke arbeidsomstandigheden, het loon is goed. En ook de extra legale voordelen zijn ook wel prima. Dus we hopen dat dat allemaal meespeelt in de hoofden van de mensen die zich kandidaat stellen. En we hopen dat zij dan uiteindelijk voor Volvo kiezen. Hoe loopt de beurs? Momenteel vlot. We zijn gestart om 10:00. De jobbeurs loopt nog tot 8:00. Ik denk dat er ondertussen al een 60-tal kandidaten geweest zijn, waarvan zeker al een 30-tal die doorgaan naar de volgende ronde. Een van die kandidaten is Jens. Hij zit momenteel zonder job en zou graag bij Volvo werken. Mijn broer werkt hier, mijn vader werkt hier, al heel lang zelfs. Dus ik zou er ook heel erg om werken. Wat spreekt u zo aan? Het werk op zich. Dus de functies, dus productie of operator. Ik denk, dat zijn wel dingen die mij liggen. Ja. En ploegensysteem en zo, dat schrikt u niet af? Nee, helemaal niet. Dus, en het verdienen ook goed. Dus dat is ook mooi meegenomen. Mieke is op zoek naar een administratieve functie. Ik ben beginnend vastgoedmakelaar. Ik heb avondschool gedaan en geslaagd. Wat ik zou om op te bouwen, zou ik eigenlijk graag voormiddag in dienstverband willen werken en in de namiddag met vastgoed en in de avond doen. Ja. En waarom Volvo? Ten eerste omdat ik gehoord heb dat het een zeer goede werkgever is. Dat personeel echt nog van tel is, ook wel dat er veel mensen werken, dus dat niet iedereen een nummer heeft. Ik heb vrienden die hier ook werken en het is vlak bij mijn woning, dus dat is ideaal. Inburgering Gent organiseerde vandaag samen met de jeugddienst van de stad Planeet Gent. Dat is een initiatief dat anderstalige nieuwkomers wil laten kennismaken met het plaatselijke vrije tijdsaanbod. Via 24 workshops ondervonden de deelnemers hoe het eraan toe gaat in een jeugdbeweging, een sportclub of een theatervereniging. De stad Gent veranderde vandaag heel even in een planeet. Een planeet waarop minderjarige, anderstalige nieuwkomers konden kennismaken met het plaatselijke vrije tijdsaanbod. Samen met Kompas organiseert de jeugddienst elk jaar rond oktober, november een dag waarop alle anderstalige nieuwkomers in Gent uit het secundair onderwijs kunnen kennismaken met het vrije tijdsaanbod in Gent onder de vorm van tal van workshops. Dus die dag kunnen ze eigenlijk proeven van wat er in Gent allemaal te doen is qua vrije tijdsaanbod, zodanig dat zij een beetje een weg daarin vinden. Zo'n 330 jongeren namen deel aan 24 workshops, georganiseerd door 14 verschillende Gentse jeugd. Als de activiteiten hen bevallen, kunnen ze zich achteraf ook inschrijven bij de gewenste vereniging of club. Zij komen hier toe, zij kennen hier eigenlijk sowieso al bijna niks. Het is ook belangrijk dat ze in hun vrije tijd iets kunnen doen waar ze zich mee amuseren. Ze kunnen nieuwe vrienden leren maken op die manier en op die manier hun weg vinden in Gent. De organisatoren hopen dat de nieuwkomers na een dagje Planeet Gent beslissen om aan te sluiten bij een vereniging. Want daar kan je op een speelse manier de taal onder de knie krijgen en een sociaal netwerk uitbouwen. It makes us funny and we laugh and we came to make friends. We meet some people and we make friends with other people. Yeah. De jongens en meisjes van het Edward Poppe Instituut uit Sint-Lorijns hebben vandaag en morgen leerlingen uit Jean Blou in Namen op bezoek. Een initiatief van de leerkracht Frans. Ze wil op die manier de taalvaardigheid van de leerlingen verbeteren. En het is ook de bedoeling dat de Vlaamse en Waalse kinderen elkaars cultuur beter leren kennen. De Tweede Wereldoorlog, dat is hier heel erg geweest. De gids van het Plattelandsmuseum in Sint-Laurijns geeft haar uitleg deze keer niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans.
want de leerlingen van het tweede middelbaar hebben 22 Waalse medeleerlingen op bezoek. De leerkracht Frans stampte dit uitwisselingsproject uit de grond. Ik wou dat al 2 jaar doen en het was zeer moeilijk om een school te vinden die gepast is, omdat we eigenlijk ook het verschil willen aanduiden aan onze leerlingen tussen stad en platteland. Wij zijn een plattelandsschool en de kinderen die op bezoek zijn, zijn echt wel een stadsschool, want hun school telt maar liefst 1800 leerlingen en wij 76, dus het is wel een groot verschil. Bij het college Saint-Guibert uit Chambloux werd het initiatief direct enthousiast onthaald. Op school een taal leren blijft altijd wel artificieel. Dus nu kunnen ze echt ook tonen wat ze kunnen. En bijleren natuurlijk ook. Het is niet alleen gebruiken, maar ook nog bijleren. Want dit is echte communicatie. Wat wij in school doen, is nooit echte communicatie, spijtig genoeg. Na de rondleiding in het museum krijgen de kinderen een invulboekje met vragen. De Vlaamse leerlingen doen hun best om hun Waalse collega's te helpen bij de vertaling. En ze doen dat desnoods met handen en voeten. Het is interessant, want je leert van elkaars culturen en de taal. Begrijpt het beter. Ik heb nu een paar nieuwe woordjes geleerd en zij waarschijnlijk ook. Als ik niet begreep een woord, Chiara, expliqueer mij. Morgen krijgen alle leerlingen samen Nederlandse en Engelse les. En voordat de Waalse leerlingen terugkeren naar Chambloux, staan er nog Vlaamse volksspelen op de agenda. In het tweede trimester steken de leerlingen van het Eduard Poppe Instituut op hun beurt de taalgrens over voor een taalbad in Chambloux. Het Kraakhuis, de concertzaal voor klassieke muziek in de Gentse Bijlokensite, is weer open. De problemen die na de vorige renovatie van 3 jaar geleden opdoken, zouden nu helemaal van de baan moeten zijn. Een van de oplossingen is een reuze tekening van Anna Stark, de dochter van de beroemde Franse designer Philippe Stark. Haar gigantische werk moet zorgen voor een betere akoestiek. Ara Stark signeert haar tekening, hier nog in klein formaat. In het vernieuwde Kraakhuis is het deze tekening die moet zorgen voor een betere akoestiek. Zij zei dan wel dat het hier gaat om een vergroting op doek van 22 meter op 6 meter hoog. Naar gelang het gewenste geluid kan het doek bovendien hoger of lager gehangen worden. Ook voor Stark een hele uitdaging. C'est un projet qui avait une problématique. Et moi j'aime bien quand il y a une problématique qui va être résolue, parce que j'adore les happy endings. Et depuis 3 ans... En plus de la peinture, j'ai un peu une double vie, c'est-à-dire que j'ai un groupe de musique. Een combinatie van twee passies dus, maar het nieuwe Kraakhuis is meer dan een betere akoestiek. Er zijn voor 238 zitplaatsen inschuifbare tribunes. Er zijn lichttrekken gekomen die er vroeger ook niet waren, waarbij we ook beter de artiesten kunnen belichten. Samen met de tekening, die omwille van zijn grootte moest gedrukt worden in Dubai, goed voor een kostenplaatje van ruim €275.000, exclusief het bedrag van de eerdere renovatie in 2008. Dat er iets moest gedaan worden aan de slechte akoestiek werd pas na de opening duidelijk. Maar dat is voor de bijloken geen probleem. Omdat dus de eerste restauratie duidelijk gaat over, laat maar zeggen, het onroerend goed, het historisch erfgoed. En alles wat je nu ziet is hier ingeplaatst. Dus we hebben niets moeten wegdoen om dit hierin te zetten, want het was en het is een lege zaal. Die zal hopelijk snel opgevuld worden met publiek als de eerste muzikanten de zaal en de akoestiek uittesten. En daarmee zit het nieuws erop voor vandaag. Bedankt voor het kijken en ik zie u heel graag morgen terug.